Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag My Model van Tsub Creation. Dit is een kleine make-up pop. Die is maar 15 centimeter groot. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. En daarbij zit dan een haarborstel, haarelastiekjes en een make-up palet. Je kunt dit model dus opmaken en je kunt een kapsel maken. Hierachter zie je ook nog verschillende kapsels die je kunt maken. En daarbij zitten, zoals ik al zei, haarelastiekjes, een borstel en een make-up palet. Ik ga het nu eens openmaken en dan gaan we het eens wat beter bekijken. Zo, ik heb het My Model model uitgepakt. Er zitten 6 haarelastiekjes bij en deze haarborstel die versierd is met een vlinder. En dit oogschaduwpaletten. Daar hebben we een witte oogschaduw, een hele mooie blauw turquoise oogschaduw en eentje zilver. En hier hebben we nog een applicator om het mee aan te brengen. Nu gaan we het model eens wat beter bekijken. Ze heeft best wel interessante blauwe ogen. Het ziet er echt uit alsof het echte blauwe ogen zouden kunnen zijn. Ze zijn gemaakt van glas en ze hebben gewoon een mooie blauwe kleur. Ze draagt oorbellen. Ze heeft roze lippen en ze heeft wenkbrauwen en wimpers. Die zijn er niet opgeplakt, maar die zitten er gewoon opgetekend. Het haar is heel mooi, vind ik. Het maakt echt een goede indruk. Ik heb al verschillende make-up poppen laten zien. En ik denk dat deze haren echt heel mooi zijn. Ze voelen niet plakkerig aan of vet of zo, maar gewoon mooi glanzend en zacht. Heel sterk als je het vastpakt. Het enige wat ik wat minder mooi vind is dat dit een laagjeskapsel lijkt te zijn. Dat kan wel mooi zijn, maar het is een beetje te recht geknipt. Dus daarom ziet het er wat minder mooi uit. Je kunt het hoofd zo bewegen op het lichaam. Het bovenlichaam is zo gedaan dat het lijkt alsof ze een paars t-shirt aan heeft. Ja, en je kunt hier dus een mooi kapsel mee maken. Ik denk dat deze heel leuk is voor kleine kinderen. Omdat ze best wel licht is en heel makkelijk om vast te pakken. En je kunt toch hele leuke kapsels ermee maken. Ik vind haar heel erg leuk, moet ik zeggen. We hebben al verschillende make-up poppen laten zien op het kanaal. En ik denk dat dit wel een van mijn favorieten is. Deze maakt echt een hele goede indruk op me. De andere waren vaak dan ook wel mooi op zich, maar dan was er altijd wel iets wat niet zo goed werkt ofzo. En hier heb je dan nog 6 haarelastiekjes erbij en dit mooie oogschaduwpaletten. Dus ja, een mooie set. En ik zou die in ieder geval dan ook proberen in een van mijn volgende video's. Dat zal ik erop maken. Ik hoop dat jullie dat willen zien. Als jullie het willen zien, laat dat dan maar weten in de reacties. Als jullie het leuk vonden, geef mijn video dan een duimpje omhoog. En misschien willen jullie verder nog iets erover schrijven. Misschien hebben jullie ook zo'n make-up pop. Zo'n My Model make-up pop. Of een andere. Ik had al gezegd, ze maakt echt een goede indruk op me. Ook het haar als ik dat vastpak. Bij vele andere make-up poppen dan valt het haar heel snel uit. Dus ja, sommige waren wel mooi. Maar deze is denk ik wel een van de beste tot nu toe. En ze is natuurlijk erg klein. Ze is misschien wat te klein voor grotere kinderen, maar voor kleine handjes is het in ieder geval goed bedoeld. Bekijk onze andere video's. Misschien wil je ook nog wel de andere make-up video's zien, die kun je bekijken. We hebben er al best wel veel inmiddels. En verder, bekijk onze andere video's, abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!